Ja, eigenlijk wordt dit gewoon een rustig videootje. En ik heb al meer door dat het hele social media, of de tools zoals Twitter en Facebook en YouTube en dergelijke, Google, zoekmachines en dat soort moderne manieren om marketing te gebruiken en te verspreiden, alleen maar tools zijn. Tools, gebruiksvoorwerpen, gebruiksplatformen. En dat het nog steeds neerkomt op goede menselijke contacten en vooral ook de manier en de, ja, het nieuws wat je verspreidt. Niet zozeer de hoeveelheid, maar ook de context en de kwaliteit van de boodschap. En ik denk, en dat is ook dankzij Gary Vaynerchuk, en dat is trouwens, dit boek raad ik trouwens aan, Crush It, van Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, zo schrijf je het. Maar hij zegt ook heel duidelijk, voor het eerst in deze, op deze wereld maken we een cultuurshift, een cultuurverandering mee. Dat je in plaats van pushen, dus alleen maar berichten eruit gooit, nu ook aantrekkingsmarketing krijgt. En dat is omdat mensen die op social media platforms gaan zoeken, zelf de keuze hebben. Omdat er al zo gigantisch veel content, dus informatie op staat. Wij delen nu zoveel informatie, dat is gewoon te bizar voor woorden. Er zijn een aantal cijfers daarop losgelaten. En in de laatste paar jaar delen we nu veel meer informatie dan de hele menselijke geschiedenis bij elkaar. En dat is de krankzinnigheid van het internet. Dus het gaat vooral ook over connecties maken. De grootouders waar wij vandaan kwamen, de één of twee generaties terug, die hadden het in de gaten. Een voorbeeld bijvoorbeeld dat wanneer je de slager binnenliep, begon je al je favoriete vleeswaren af te snijden, omdat hij iets van je wist. En zo kunnen we nu ook met social media van elkaar weten wat onze passies zijn en wat onze voorkeuren zijn. En daar kunnen we op inspelen, zodat het al meer one-on-one, één-op-één marketing wordt. En niet zozeer gigantisch veel reuring. Dus natuurlijk reuring, heel veel berichten eruit gooien, dat is een manier, maar het moet ook nog eens kwaliteit zijn. En in echte connectie, verbinding en op het juiste moment het juiste boodschapje kunnen delen met iemand. Dus het is wel degelijk aan te raden dat je e-mail marketing gaat gebruiken als automatische respons systeem. Dus automatisch respons systeem e-mail marketing, maar dan wel persoonlijk gericht. Dus ik ga het me voorstellen dat je een campagne opzet voor één klant, maar dan met automatische berichten. Dat je even op Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest en dergelijke op die persoon hun account even gaat kijken wat hun voorkeur heeft en daar specifiek één campagne voor opzetten. Dus het is en-en geworden. Niet alleen dat het massa content, dus informatie is, maar het is ook overal op elke verschillende platform aanwezig zijn. Regelmatig, ook op elk scherm. Dus dat betekent dat je op smartphone gezien moet worden, op wat ze noemen dan die tablets, zoals iPad en ook nog eens laptops. Dus je zult je media en marketing ook nog aan moeten passen aan verschillende vormen. En dan komt het meest belangrijke, e-mail marketing één op één gericht. Dus wanneer je nu echt research gaat doen naar die ene klant en daarop een e-mail campagne in gaat richten, dan heb je volgens mij en marketing. En dan nog personal branding en video erbij. Personal branding, dat betekent dat ze u of jouw gezicht ook direct zien. En dat middels video en YouTube kanaal is dat natuurlijk allemaal makkelijk te verwezenlijken. En dan wanneer je een tool hebt, een softwareprogramma zoals Infusionsoft, en dat is toch mijn verkoopspitch, wanneer je dit alles bij elkaar toch in Infusionsoft gaat creëren, dan heb je wat mij betreft het Walhalla 2013, 14, 15 en 16. Dan kun je echt nog wel een paar jaar er tegenaan. Dus voor een paar honderd euro per maand heb je Infusionsoft al. Eventjes een initiatieve groter bedrag, maar dat geeft niet. Wij helpen jullie daar ook mee, maar Infusionsoft is op dit ogenblik het 's werelds eerste drag-and-drop softwareprogramma waar je hele makkelijke verkoopstrechters mee in elkaar kan zetten. En drag-and-drop betekent dat je gewoon icoontjes en je verschillende video's en berichten en pagina's in een verkoopstrechter kunt slepen. Dat is gewoon kiezen, slepen en vastzetten. En daar zet je klokjes tussen en allerlei
tijdmechanismes en dan druk je op de knop en dan staat er gewoon een verkoopstrechter dat de persoon waarop je, of de firma of de niche-markt waarop je de campagne gericht hebt, automatisch om de zoveel dagen spamloos, want daar wordt echt rekening mee gehouden, netjes en verkoopspsychologisch gerichte en kloppende campagne toegestuurd krijgen. Dus dat betekent spamloos, dat ze makkelijk en vanuit inspiratie een stapje verder gebracht worden naar het uiteindelijke aankoopsproces of het lid worden van de vereniging of van de producten en diensten die u of je verkoopt. En dat middels goede verkoopspsychologie stapjes. Dus dat is de hele kunst. Overal, maar dan ook overal aanwezig zijn. Het juiste berichtje op het juiste moment. Naar de juiste persoon sturen. Regelmaat. En dan vooral ook op alle schermen. Dus smartphone, laptop en iPad. Dus de notepads. Dat eventjes alles tezamen. Personal branding is natuurlijk het gezicht laten zien in een videootje. Een videootje via de smartphones en de flipcamera's en de YouTube kanalen en dergelijke is natuurlijk allemaal te verwezenlijken. Dus marketing heeft een enorme shift op dit ogenblik. In plaats van alleen maar uit te gooien, te spuwen en die verkoopsdrift helemaal op hol te laten slaan. Is het nu ook zo dat mensen gewoon de keuze hebben en je moet aantrekkingsmarketing gebruiken. Voor het eerst is dat nu mogelijk omdat er zoveel keuze is. Dat even tot nu toe. Ik hoop dat dat kwalitatief beter is en iets is waar je iets aan hebt of waar u iets aan hebt. Dus ik stel voor, ga u verdiepen in Infusionsoft. Klik het link hieronder. Dan bent u wat mij betreft, dan ben je, of je nou ZZP'er, MKB'er of een ouderwets bedrijf bent, groot of klein, dan ben je wat mij betreft, of u als het wat mij betreft, helemaal bij de tijd. En zit u voor een dubbeltje op de eerste rang. Lees Crush It, want daar staat ook echt in dat je gewoon nog ouderwets moet ondernemen op de man af van Gary Vaynerchuk. Zoek hem ook op. Of klik de linkjes hieronder. Ik zal ook al wat linkjes hieronder zetten over zijn toespraken en zijn theorieën. Word lid van de social media platforms, maar gebruik vooral personal branding en video. Dat scoort nou eenmaal tussen de 30 en 70% meer. En gooi er goede content uit, kwalitatief, in de juiste context, naar de juiste persoon op het juiste moment met automatische responssystemen en video en personal branding. Ik zou zeggen, ga je gang. Begin ergens, maakt niet uit waar. Zet je Twitter-accountje op en je YouTube-kanaaltje en je WordPress. Dat is bijvoorbeeld een website waar je gratis een blog kan aanmaken, zodat mensen je kunnen volgen. En dan stuur mensen die blog en via de blog zeg, oké, by the way, ik verkoop ook bla 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 bla. We hebben bijvoorbeeld nu een nieuwe website gelanceerd, die heet overaltevinden.nl. Daar verkopen we pakketten, boten, advertenties op. Daar zetten we voor een paar honderd euro de boot te koop op bijvoorbeeld 8, 14 of 20 verschillende websites. Maar ook nog eens een keer met een aparte Facebookpagina en een aparte e-mailaccount. Zodat het privé en het verkoopsgedoe allemaal gescheiden blijft. En we zetten ook specifieke gerichte campagnes op die naar die bootadvertentie leiden. En niet naar de website waar je verdwijnt tussen alle andere duizenden boten en dat de website alleen maar beter wordt, maar niet de boot die erop geadverteerd staat. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld en dan raden we mensen aan om echt YouTube-video's met hun smartphone, met hun iPhone of met hun Nokia smartphone of met hun flipcameraatjes video's op te nemen en hun eigen gezichten even te laten zien. Dan heb je meteen eigenaar en boot in beeld en beelden die spreken nu eenmaal meer dan wat dan ook. En zodoende zetten we ook gerichte campagnes op die wij dan achter de schermen gericht naar mensen die naar boten zoeken leiden. En dat is een voorbeeldje. Dus nogmaals, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Mocht je een beginner zijn, bel gerust. Er staat een telefoonnummer onder. E-mail me. We doen er alles aan om jullie te helpen of om u te helpen. Of u een klein bedrijf, een groot bedrijf, een ZZP'er bent of dat u
t-shirts verkoopt vanaf een zolderkamer. Het maakt niet uit. Het nieuwe marketing is nu aan de hand. Ik zou zeggen, heel veel succes. Like het natuurlijk wanneer je dit op Facebook ziet. Retweet het wanneer je dit op Twitter tegenkomt. Of ga hieronder het YouTube videootje eventjes naar de optie wat delen heet. Daar staat het woordje delen met een streepje eronder. Wanneer u dat inklikt, dan komen er allemaal social media knoppen naar voren. En dan drukt u die knop in en dan deelt u dit videootje op die manier. En dat is wat wij ook doen met uw campagnes. En zo helpen we elkaar het woord te verspreiden. En zo krijg je ook allerlei groeperingen en stromingen. En dat is het nieuwe social media delen. Dus deel het, like het, zeg het voort, het ouderwetse, zeg het voort. Werkt nog steeds en dan zie ik u wel in het volgende videootje. Tot ziens en bedankt, hè.